Hoe kun je je ritmegevoel trainen en dus beter dansen? Dit is de Universiteit van Nederland. Wie kent er iemand zonder ritmegevoel? Wie vindt van zichzelf dat hij geen ritmegevoel heeft? Oh, nou, dat valt me reuze mee. Vaak vinden mensen dat ze geen ritmegevoel hebben, maar het is nog heel lastig om iemand te vinden die dat echt niet heeft. En we hebben er één gevonden en daar laat ik even een stukje video van zien. I start dancing with some girls, for example, salsa, or and normally it's the guy that leads the dance, right? But in my case, the girls were telling me, I'll lead the dance because you can't, because you're not following the tempo. Dit is Mathieu. We hebben hem gevonden in Canada. En hij is één van de twee mensen die echt gedocumenteerd in de wetenschappelijke literatuur geen ritmegevoel heeft. Hij kan niet het onderscheid horen tussen een mars aan de ene kant en een wals aan de andere kant. Hij kan dus ook niet dansen op muziek, vindt hij nogal vervelend. Dat is dus echt iemand die geen ritmegevoel heeft. Maar we gaan even kijken hoe dat zit met u. Misschien zit er nog wel een Mathieu hier in de zaal. We zullen het zien. Dus ik heb een wat langere luistertest om uw ritmegevoel te testen. De opdracht is om te luisteren naar dit. Het is een soort volksliedje op een toetsenbord gespeeld. En luister vooral naar het ritme. En daarna ga ik wat vragen erover stellen. Dus luister gewoon naar dit volksliedje. Nu komen er twee variaties hierop en ik moet zeggen, welke is nou ritmisch gelijk aan wat je net gehoord hebt? Is dat A of is dat B? Of is het B? Wie denkt B is ritmisch gelijk? Nou, bijna iedereen. Hartstikke goed. Even onthouden wat je hier gezegd hebt. Nog een voorbeeld. Ja, ik ga er straks wat over vertellen. Wederom, een volksliedje en let vooral op het ritme. Nou komen er weer twee variaties en de vraag is wederom, welke is ritmisch gelijk? Is dat A of is dat B? Komt A? Of is het B? Lastig, hè? Hij is echt lastig. Wie denkt A? Wie denkt B? Weer een 50-50 situatie. Ja, we zijn hier experimenten, grote, belangrijke experimenten aan het repliceren. Dat is altijd geruststellend. Dit experiment is in het groot gedaan op Harvard University met Amerikaanse en Noord-Amerikaanse luisteraars. En die deden eigenlijk precies hetzelfde wat hier gebeurt. Het staat hier in een grafiek. Links. Het eerste ritme wat u hoort bij de is een enkelvoudig ritme in een enkelvoudige maatsoort. Dat betekent zeg maar een maatsoort zoals een wals en een mars. Muziek die we vaak in West-Europa horen op de radio. Deze mensen die dat experiment meedoen konden heel goed die verschillen horen. Dus dat is zeg maar het verschil tussen die twee balkjes die je ziet. Maar je ziet dat andere voorbeeld wat u hoorde is in een samengestelde maatsoort, zeg maar een 5/8 of een 7/8, maatsoorten die je meer in Oost-Europa hoort of in Bulgarije, Griekenland. En je ziet dat mensen dat het kans is wat we hier eigenlijk repliceren, dat mensen daar moeten gokken wat nou het verschil was. Dus
We hebben dat hier in het klein gerepliceerd, het experiment. Maar er zijn twee verrassingen met deze studie. Ze hebben het experiment ook gedaan met mensen met een Bulgaarse en Macedonische achtergrond. Moet je je voorstellen, hoe zou dan dit grafiekje eruit zien? Hoe zou bijvoorbeeld die samengestelde balkjes eruit zien? Je kan denken, er verandert niks. Het plaatje kan omgedraaid worden of het kan alle twee even grote verschillen horen. Bedenk even voor jezelf. Dit is het antwoord. Kijk. Bijzonder, hè? Dat het suggereert eigenlijk een effect van cultuur. Dus mensen met een Bulgaarse achtergrond kunnen heel goed de verschillen horen in die samengestelde maatsoorten, want dat is muziek waar ze vaak naar luisteren, maar kunnen dat ook voor de meer West-Europese-achtige ritmes, die natuurlijk ook op de radio komen. Dus dit is eigenlijk ondersteuning voor het idee dat ritmegevoel cultuur bepaald is. Ritmes waar je vaak naar luistert, kan je beter nuances in horen. Maar er is een tweede verrassing. Ze hebben dit experiment ook gedaan met, ik moet het even precies zeggen, 6 maanden oude baby's. Noord-Amerikaanse 6 maanden oude baby's. En dat ziet er zo uit. Die kunnen dus in beide soorten ritmes, enkelvoudig en samengesteld, die verschillen horen. Dit zijn Noord-Amerikaanse baby's die dat nog nooit gehoord hebben, waarschijnlijk. Dat is fascinerend. Het blijkt dat ze dat als ze 10 maanden oud zijn en je doet het opnieuw, dat ze dan langzamerhand dat talent verliezen. Dan neemt de cultuur het zeg maar over. Het verschil horen in samengestelde maatsoorten heb je niet zoveel aan, want je hoort eigenlijk alleen maar die andere maatsoorten en dan raak je dat talent kwijt. Zeg maar. Je ziet het ook in taal. Vraag je misschien af, hoe doe je dat nou met 6 maanden oude baby's? Vingers in de lucht, dat is niet zo betrouwbaar. Nou, dat doen ze met het hoofddraaiparadigma. Dat kan je hier in het videootje zien, waarbij je het kind op de schoot van de moeder zet. De moeder die krijgt een koptelefoon op, zodat ze niet de hele tijd zegt van ja, is goed, is fout. Weet je, want mensen willen altijd dat, ouders willen dat hun kinderen goed presteren. Dat kan in ieder geval niet, luisteren naar wat anders. En dan meet je, en dat is een hele betrouwbare index, de tijd dat zo'n kind kijkt naar de linker of de rechterkant waar dan dat A of B geluid vandaan komt. En het geluid wat anders klinkt, wat vreemd klinkt, daar hebben ze meer aandacht voor. Daar kijken ze langer naar. En met die maat hebben ze dus ontdekt dat 6 maanden oude kinderen zeggen van als er zo'n Bulgaars ritme is wat gelijk klinkt als het ritme wat ze eerder gehoord hebben, denken ze van ja, saai, heb ik al gehoord. Bij wijze van spreken. Het is een hele mooie techniek die een heleboel inzicht heeft gegeven in hoe de ontwikkeling van muzikaliteit bij kinderen, hoe dat werkt. Maar de vraag is, waar luisteren die kinderen naar? Wat doen ze? Hoe kunnen ze deze taak oplossen? Je hebt misschien zelf toch wel het gevoel van, nou, dit was lastig om te doen. Nou, een van de dingen, we vermoeden dat een van de belangrijkste zaken het herkennen van regelmaat is. Dus niet zozeer het ritme zelf, als wel, wat is daar nou regelmatig aan? Kan je dat meetappen met je voet? Dat is zeg maar ook weer een fundamentele eigenschap van muzikaliteit. Als je geen maatgevoel hebt, dan is muziek maken onmogelijk. Kan ik even demonstreren? Als ik vraag aan u om even opletten, met mij tegelijkertijd te klappen. Bent u er klaar voor? Ja? Nou, dat was best goed. Als ik nou doe 1, 2, 3, dan wordt hij ietsje beter. En dat is eigenlijk zeg maar maatgevoel. Als je iets aan ziet komen, als je weet van die tel komt, je die regelmaat hoort in muziek, dan kan je op muziek dansen, dan kan je samen muziek maken. En dat is zeg maar ook weer een triviale eigenschap, net zoals relatief gehoor dat is voor melodie, die zo fundamenteel is dat we graag willen weten hoe dat werkt. Het lijkt zo simpel. Het lijkt echt een heel simpele eigenschap. En wat we daar eigenlijk voor doen is, we maken daar computermodellen van. Om hier nou een computer neer te zetten en u te demonstreren hoe dat werkt, is niet zo illustratief. Maar ik kan het illustreren met metronooms. Als ik nou muziek, zeg maar, de melodie weggooi, de harmonie weggooi. Ik gooi zelfs het ritme helemaal weg. En wat ik hem overlaat is eigenlijk alleen maar de regelmaat van een stuk muziek. Dus dit is de muziek. En dit bent u. Dit is de luisteraar. De luisteraar die heeft een bepaald voorkeur voor een bepaald tempo. En wat er na een tijdje gebeurt is dat deze twee metronooms, dat zijn technisch gezien zijn het gekoppelde oscillatoren, die gaan entrainen. Die gaan in synchronie met elkaar en dan blijven ze in het tempo.
Nou, we maken hier computermodellen van. Met een metronoom kun je er niets te doen. Dit blijft van volgens de hele tijd gelijk op. Met een computermodel kan je met deze metronoom, dan kan je ingewikkelder maken, kan je echte muziek van maken. En dan kan je zien van wat zijn nou die aspecten in de muziek die maakt dat deze luisteraar met dat tempo meegaat. Kan je zien van wat is een versnelling die ze niet meer oppikken of wat is een vertraging die ze niet meer oppikken. En dat is hoe we onderzoeken of proberen te begrijpen hoe maatgevoel nou eigenlijk werkt. Wat iets heel fundamenteels lijkt te zijn voor onze muzikaliteit. Goed. Wederom, ritmegevoel. Heel gewoon. Er is een effect van cultuur, maar je hebt het eigenlijk al in aanleg. Maatgevoel, heel bijzonder. Alleen weten we nog niet precies hoe dat werkt. Volgende keer gaan we het hebben over de vraag, word je slimmer van muziek? Zou je slimmer worden, zou je je tentamens beter doen als je naar Mozart luistert? Dat de volgende keer.